Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Als Twee Druppels Water hier op Tina TV. Ik ben Milene. En ik ben Rosanne. En in deze aflevering ga ik Milene een makeover geven. Ja, ik word omgetoverd in 3 rondes tot een supergrote ster. In de eerste ronde ga ik Milene haar make-up doen. En dan mag ze 5 seconden in de spiegel kijken als het klaar is natuurlijk. En dan moet ze van tevoren opschrijven wie ze dan dus al denkt dat ze is. En in de tweede ronde ga ik de haar doen. En dan mag ze weer eventjes kijken in de spiegel. En dan moet ze weer opschrijven wie ze dan denkt dat ze is. Misschien weet ze dan al meer. En in de laatste ronde gaan we haar kleding doen. Tenminste ik. Dus ik word dan stylist, hè? Ja. Fred van Leer word ik dan. Ja, dan moet ik wel weten wie ik ben, denk ik. Ja, dat nou, we gaan erachter komen, toch? Ja, en hoe sneller ik het raad, hoe meer punten ik krijg. Dus laten we maar snel beginnen. Oké, ik heb hier nu dus de ster waarin ik Milene ga omtoveren voor me. En het wordt Ariana Grande. Oh, dat vind ik super leuk, want ik ben heel goed met staarten en haar en zo. En zij heeft dus ook heel leuk die staart. Dat is heel kenmerkend natuurlijk voor Ariana Grande. En zij heeft altijd die wing. En zij heeft ook een beetje onze oogvorm. Dus dat is eigenlijk ook alweer handig. Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd of Milene het gaat raden. Ik denk dat ze het misschien gaat raden bij de staart. Dat denk ik, dat hoop ik tenminste. Anders is ze wel een hele slechte kenner. Maar daar gaan we achter komen. Ik heb er zin in, dus ik ga er zo weer bij roepen. In deze ronde gaan we dus Milene haar make-up doen. Ik ga haar dus haar gezicht omtoveren tot die van een ster. Die zijn nog niet. Ik dacht dat je het ging zeggen. Nee, natuurlijk niet. En om het iets makkelijker te maken, mag jij mij 3 vragen stellen die beginnen met: zou deze ster, en dan iets erachteraan plakken die ik met ja of nee kan beantwoorden. Zou deze ster zonder make-up naar de supermarkt gaan? Ik denk nee. Ik denk. Dus die gaat wel helemaal full-on naar de supermarkt altijd. Mm-hmm. Dan is er dus wel een hele grote ster, want die wordt gewoon altijd superveel, ja, een soort van gevolgd door paparazzi of zo, waardoor die er altijd goed uit moet zien, ze. Oh, wacht. Beetje te veel van het geworden. Jeetje, zo gaat het natuurlijk nooit wat worden. Jawel, nee, het is wel goed. Zou deze ster zijn of haar wenkbrauwen heel erg belangrijk vinden of daar heel veel tijd en aandacht aan besteden of je wenkbrauwen laten doen of zou je die zelf epileren? Ik zeg ja. Oh ja, heel belangrijk wat nu gaat komen. De ogen. Natuurlijk een eyeliner. Wie heeft er nou zo'n grote eyeliner? Ja, ik weet het wel. Ja. Dan mag je opstaan en in die spiegel kijken. 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. Oh, ik weet het niet, joh. Oké, Milene, jij mag nu opschrijven op dit bordje wie jij denkt. Eerste ingeving naar wat je hebt gezien. Wie het is. Ik mag dat niet zien. Dus ik ga even niet kijken. Dan gaan we nu naar ronde 2. En dat betekent dat ik Milene haar haar ga doen. Zoals dus de ster, hè, waar we naar op zoek zijn. Ik ben alweer heel diep aan het nadenken. Hey, baby, lange guys. Nou, daar komt nu de magic. Oh, het is brown. Brown hair. Wie heeft er bruin haar? Oh, ik weet het al! Okay. Ik had deze artiest helemaal even niet op mijn netvlies. Ik ga jou nu vragen stellen. En jij moet, je hebt meer keuze. En dan moet jij het antwoord zeggen. En dan zeg ik of het goed is. Ja. Oké, okay. Vraag 1. Hoe lang is deze ster? A. 1,53. B. 1,65. C. 1,83. A. Dat is goed. Ja. Yes. Vraag 2. Wat wilde deze ster op 14-jarige leeftijd worden? A. Zangeres in een girlband. B. R&B zangeres. Of C. Musicalster. B. Ja, dat klopt. Oh my god. Oké, en dan als laatste vraag. Welke zangstem heeft deze ster? A. Sopraan. B. Mezzo-sopraan. Of C. Alt.
Ah, sopraan. Ja. Oh, jongens, we zijn dichterbij. Ik denk dat jij een vermoeden hebt wie het is. Ik heb een vermoeden sinds ik dit haar kreeg. Ik hou maar de onderkant van mijn haar maar even vast. Fijn. Het gaat goed, toch? Ja, dat geloof ik wel. Even aan de voorkant kijken hoor. Ik heb het gedaan. 3, 2, 1, doe. Ja, goed kijken. Ja. Want je mag weer terug zitten. Dan heb ik hier weer een bordje voor je. Met stift. Ik kijk hier niet. Weg? Nou, dan staan we nu bij het kledingrek. En dat betekent dat we bij ronde 3 zijn aangekomen. We gaan jou even lekker stylen, zoals de favoriete ster. Dus wat krijg jij van mij? Jij krijgt van mij voor de onderkant deze broek. Oh, doe maar. Woe. Dan krijg je van mij het topje, deze. Oeh. En dan krijg je nog van mij deze. Krijg je van mij nog deze. Nou, daarna mag je gaan omkleden. Doei. Doei. Je bent helemaal klaar. Oh, wat goed. Ja, ik zeg ja. Helemaal. Ja, wie dan, hè? Ja, wie? Nog niet zeggen. Nee, want jij mag me nog 3 vragen stellen. Staat deze bekende ster bekend om haar hoge uithalen? Ja. Heeft deze bekende ster ook wel eens concerten gegeven in Nederland? Ja. Heeft deze ster heel veel hits die heel veel op de Nederlandse radio worden gedraaid? Ja. Denk je dat je weet wie het is? Ja. Nou, dan mag je nu in de spiegel kijken. Oké. Okay. 5 seconden. 5 seconden. En kom maar weer terug. Weet je het nog steeds? Ja, ik denk het wel, maar ik kan me niet herinneren dat de artiest die ik in mijn hoofd heb dit zou dragen. Maar misschien wel, misschien niet. Ik ben benieuwd. Ik ga jou een pose geven als een soort mannequin paspop. En dan gaan we de foto namaken waar het dus om gaat. Oké. Okay. Wat mij nou leuk lijkt, is als je zo deze een beetje zo doet. Zo af, dat je een beetje je schouder ziet. Ja. Ja, goed. En dan doe je die zo. Dit, je mag leunen in die heup, dus zo. Ja. We hebben hem. We hebben hem hoor. We hebben hem. Je mag het nog niet zien. Dan gaan we nu onthullen wie het is. En dan gaan we tegelijkertijd ook de foto erbij laten zien. Oké. Okay. Het was Ariana Grande! Hey! Kijk. Oh, hij is ook nog best wel goed gelukt op zich. Ja, goed hè? Voor de rest. Ik vind het nog best wel goed gelukt met dat haar ook. Ja, die... Ik bedoel, we konden toch niet ons haar bruin verven. Nee, en het haar is bij haar hier naar achter. Maar ze heeft heel vaak dat ze dan zo die ding heeft. Dus ik dacht, dat is ook wel echt kenmerkend. Je hebt het wel goed gedaan. Oké, ja, dan is nu dus de vraag. Heb ik het goed geraden in de 3 rondes? Ja. En hoeveel punten heb ik dan gehaald? Nou, dat gaan we zien. Dan gaan we nu naar de eerste ronde. In de eerste ronde, toen ik alleen nog de make-up had gezien. Wie dacht, dacht ik dat ik Dua Lipa was. Oh ja, nou, dat snap ik ook nog. Dus dat ik alleen nog dit, want die heeft ook altijd dikke eyeliner en zo. En ook grote lippen. Dus dat dacht ik toen. Maar dat is dus niet goed, dus daar heb ik geen punten behaald. Helaas. Dan, ronde 2. De tweede ronde had ik Ariana Grande. Want ja, toen dacht ik met dat haar, dat kan niet anders dan Ariana zijn. Ja. En in de derde ronde. Dus je hebt nu 2 punten. Ja. In de derde ronde, ik twijfelde nog een beetje door de outfit. Omdat ik, ja, zij heeft toch altijd lange laarzen en weinig aan. En een soort van, ja, ook altijd kattenoortjes en zo. Of dat had ze tenminste altijd. Dus ik begon een beetje te twijfelen of het niet toch iemand anders was.
Maar uiteindelijk heb ik ook Ariana opgeschreven. Wow, dus je hebt in totaal 3 punten gehaald. Ja, nou, ik vind dat nog best wel goed eigenlijk. Ik vond het echt een superleuke video. Ja, ik ook heel erg. En vond jij dat nou ook? Doe dan eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op Tina TV als je dat nog niet hebt gedaan. Voor nog veel meer leuke video's. En dan zien we jullie bij de volgende makeover weer. Doei! Doei!